Welkom bij een nieuwe Amate Audio University. Vandaag staat die geheel in het teken van de Excellence serie en de daarbij horende software voor zowel de iPad en de PC. Eerst laat ik even zien hoe je via het interne menu van de speaker het IP-adres kunt instellen. Je drukt op IP, change IP-adres, oké, okay. dan kom je in de editing en kan je per blok aanpassen op welk adres je wil zitten. Deze pas eenvoudig aan met het plusje of met het minnetje. In dit geval zetten we op IP 24. Dit doe je met alle speakers zo en verbind ze vervolgens via de Ethercon met het netwerk. Binnen de Excellence serie zijn twee type platformen: één met een touchscreen en één zonder. De functies zijn vrijwel identiek, alleen hier zijn ze net wat gebruiksvriendelijker. Onder audio vind je de gain limiter delay en cue settings. Hier vind je alle presets. Je kan het IP-adres wijzigen, maar ook andere functies zoals de, het wachtwoord, de helderheid van het scherm en de taal. Voor je zie je nu de DSP Studio app. Deze is eenvoudig te downloaden via de Apple App Store. Je begint een nieuw project door op het plusje te drukken en deze naam te geven. Vervolgens open je het project en dan gaat de software zelf zoeken naar de kasten die beschikbaar zijn op het netwerk. In dit geval zijn dat de vier. Door op te klikken gaan ze in de app en heb je ze vervolgens eh, ter beschikking. Dit scherm is vrij in te delen hoe je wil. Dus wil je de top en de sub bij elkaar hebben, doe je dat zo. Wil je de linerrace bij elkaar hebben, doe je dat eenvoudig zo. Vanuit hieruit zijn ook alle basisinstellingen te benaderen, zoals de presets. Wil je wat meer informatie of wat meer instellen? Druk je simpel op het tandwieltje. Hier zie je alle equalizing-instellingen die je kan toepassen op de kast: dus gain. Maar ook filters. Verder zie je hier de audio-instellingen de limiter-setups, de gain van de versterker delay line en of je de polariteit wilt switchen. Ook kan je meer informatie vinden over de speaker en uh, wat je daar allemaal over wil weten. Ik hoop dat je een goed beeld hebt gekregen van de excellence serie. Mocht je toch nog vragen hebben, laat het ons gerust weten en we helpen je graag verder. Tot de volgende.